Van het aantal coronabesmettingen, het RIVM telt er 5658 om precies te zijn. 240 meer dan gisteren. Het goede nieuws is wel dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft afnemen. Er zijn 76 minder ziekenhuisopnames dan gisteren. En op de intensive care gaat het ook iets beter. Bij ons Robin Peters, hij is voorzitter van de Nederlandse Internistenvereniging. Werkzaam in het Erasmus MC. Ja. Gunstig de cijfers toch wel? Of? Nou, het is natuurlijk ontzettend fijn om te zien dat het aantal ziekenhuisopnames langzaam af begint te nemen. Wat me wel zorgen baart is het feit dat we nu de tweede dag achter elkaar weer zien dat het aantal besmettingen stijgt. Ja. Ja, het is altijd moeilijk en je moet niet op basis van 1-2 dagen conclusies trekken. Maar ik hoop dat dat niet een trend is en dat we ook weer gaan zien dat het aantal besmettingen terugloopt. Maar wat denk je? Heb je het idee dat dat heel makkelijk zomaar toch weer zo kan zijn? Nou, dat is te vroeg om te zeggen. Laten we gewoon hopen dat de trend zoals we die zagen, dat die zich voortzet. Dat doorzet, ja. En dat de maatregelen zoals die er nu zijn, dat iedereen zich daaraan houdt. En dat we daarmee zien dat die besmettingen verder dalen. Want dat is nog echt nodig. Nou, en de druk op de ziekenhuizen is natuurlijk al door een hot item wat dat betreft. Dat is dan nu een beetje minder aan het worden. Maar hoe zijn jouw zorgen? Want 3 weken geleden zat je hier en toen waren jouw zorgen heel groot. Klopt. Toen hadden we nog een situatie dat we eigenlijk zagen dat iedere 2 weken het aantal besmettingen en het aantal patiënten in de ziekenhuizen verdubbelde. Dus dat betekent dat je dan continu eigenlijk aan het anticiperen bent op weer een verdubbeling van patiëntenaantallen. Nou, dat zien we op dit moment niet meer. Maar we moeten ons wel realiseren dat we eigenlijk altijd gezegd hebben van nou, ongeveer 1000 patiënten kunnen we tijdelijk opvangen zonder dat we daarmee andere zorg hoeven af te schalen. Inmiddels hebben we nog steeds 2200 patiënten in de ziekenhuizen. Er zijn er ook vandaag weer 220 opgenomen. En dat betekent dat we die zorg alleen maar kunnen leveren doordat we andere programma's afzeggen. Dat we tijdelijk operaties hebben afgezegd. En er zijn ik begreep dat er ook meer patiënten toch op de verpleegafdelingen blijven. Hè? Dat is heel anders dan in de eerste golf. Dat is aan de ene kant denk ik heel, heel gunstig. Dat komt omdat we nu toch het ziektebeeld beter begrijpen. We hebben medicijnen om in te grijpen. We hebben nieuwe vormen van zuurstoftoediening die we geven. En daarmee kunnen we bij een deel van de patiënten voorkomen dat ze naar de intensive care moeten. Nog steeds worden ook patiënten heel ziek en komt een deel wel op de intensive care. Maar daardoor loopt het eigenlijk vast op de verpleegafdelingen. En dat, je moet dat zien, dat is eigenlijk het kruispunt van het ziekenhuis. Want alles wat binnenkomt vanaf de eerste hulp, wat binnenkomt vanaf de operatiekamers, ook als er patiënten zijn van de polykliniek, die komen vrijwel allemaal op de verpleegafdelingen. Dus als het daar vast vol zit, dan zie je dat het aan alle kanten vast begint te lopen. Ja. Nou is het zo dat er zo'n 65 artsen en wetenschappers vandaag een brandbrief hebben geschreven en gezegd naar het kabinet, pas nou op, we moeten meer aandacht aan een gezondere leefstijl bieden. Ja. Want mensen die corona krijgen en ongezond leven, die hebben grotere kansen op complicaties, toch? Klopt. Ja, we zien dat ongeveer 1/3 van de patiënten die op de intensive care liggen met corona hebben obesitas, dus hebben duidelijk overgewicht. En ook bij ons op de afdeling is het gemiddelde BMI, de body mass index, wat een uiting is van hoeveel je weegt, is 29. Je moet je voorstellen, tussen 25 en 30 spreken we van overgewicht. Boven de 30 heb je echt obesitas. Dus als het gemiddelde 29 is, dan is ook daar een behoorlijk deel van de patiënten heeft overgewicht. En zijn die patiënten ook inderdaad weer langer op zaal, zeg maar? Ja, die patiënten hebben dus over het algemeen een hogere kans om in het ziekenhuis terecht te komen en ook liggen relatief veel vaker op de intensive care. Het is wel belangrijk om ook te benadrukken dat ook patiënten zonder overgewicht heel ernstig ziek kunnen worden. Ja. Dus we moeten dat onderscheid wel blijven maken. Maar ik was ook een van de ondertekenaars van die brief namens de hele internistenvereniging, omdat we gewoon, preventie is altijd belangrijk, maar zeker nu, omdat je dus daarmee ook jezelf voor een stukje kunt wapenen. En dat wat in de eerste golf gebeurd is, tijdens die lockdown, is dat heel veel patiënten zijn slechter voor zichzelf gaan zorgen. Mm-hmm. Mensen zijn aangekomen en minder gaan bewegen. Ja. En dat zien we dus De zogeheten coronakilo's. Ja, ja. En dat zien we dus terug. Kijk, als internist zie ik heel veel patiënten met chronische ziekte op mijn poli. En je kunt je voorstellen dat bij iemand die weer een aantal kilo's is aangekomen, dat het moeilijker is om de diabetes in te stellen, moeilijker is om de bloeddruk goed te behandelen.
En daardoor hebben patiënten ook weer een hoger risico om op de eerste hulp te komen. Dus het heeft aan alle kanten te maken. En daarom vonden wij het nu belangrijk om die brief te steunen. Ja. Dan is er nog iets anders. Want de coronamaatregelen hebben natuurlijk heel veel economische gevolgen. Mm-hmm. Vandaag is de TU Delft bezig geweest met onder andere Bas Kolen. Met de eerste berekeningen of die kosten en baten tegen elkaar opwegen. U bent arts. Maakt u ooit zo'n afweging? Je probeert als dokter altijd rekening te houden met ook de kosten van de therapie die je geeft. Je moet niet onnodig uitgaven doen. Maar uiteindelijk kies je natuurlijk wel altijd voor de patiënt. Wat ik moeilijk vind aan dit soort berekeningen. Aan de ene kant, ik denk dat het ontzettend belangrijk is bij iedere afweging om rekening te houden met de gevolgen. Hè? Als we kijken naar de maatregelen, de impact voor de horeca, voor evenementenbranche, is natuurlijk gigantisch. En daar moet je echt zorgvuldig mee omgaan. Maar ja, wat ik belangrijk vind ook om hier te zeggen is, in de discussie gaat het soms alleen over het belang van de coronapatiënt. Wat we zien, en dat zie je ook vandaag weer in Italië, in Napels. Dat het veel breder is. Wat het veel breder is. Want als je dus zo'n enorme toeloop krijgt naar de ziekenhuizen, dan kunnen we de zorg niet meer aan. En we doen het dus ook om te zorgen dat straks als onze ouders of onze kinderen een hartinfarct of een blinde darmontsteking krijgen, dat we ook die gewoon kunnen behandelen en hun levens kunnen redden. Ja, dat is heel goed ook om te zeggen. Wat hing de vlag uit bij u en uw collega's toen het nieuws over het vaccin binnenkwam? Nou, dat is wel een opsteken. Ja. Dat is ontzettend belangrijk, ook in deze het ook tijd. Op. Ja, maar het is natuurlijk hartstikke fijn om in deze tijd ook af en toe goed nieuws te hebben. En het zijn dit soort ontwikkelingen die ons uiteindelijk gaan helpen om uit deze situatie te komen. Ik denk wel dat het ook belangrijk is om nog een beetje terughoudend te zijn. Want wat je vaak ziet, is dat dit zijn voorlopige resultaten. Nu wordt er gesproken over 90% bescherming. Het kan best zijn dat als de studie is afgerond, dat misschien 80% of 70% is. Ja. En ik heb begrepen dat het sowieso een jaar duurt voordat iedereen ingeënt is. Ja, de hoeveelheid vaccins zal niet gelijk beschikbaar gesteld worden. En wat ook belangrijk is dat we eigenlijk nog niet goed weten. We hebben heel weinig gegevens. En we weten dus bijvoorbeeld niet of iedereen baat heeft bij dat vaccin. Nee. Is het bijvoorbeeld zo dat ouderen net zo goed reageren op jongeren? Hoe werkt het bij patiënten met diabetes? Hoe werkt het bij patiënten met overgewicht? Ja. Hoe lang werkt het? Ben je voor een half jaar of ben je voor meerdere jaren? Maar in ieder geval in basis goed nieuws. Absoluut, ja. Goed. Ja. Nou, kom nog eens terug, zou ik zeggen. Want er is vast nog meer over te vertellen binnenkort. Zeker. Dank je wel. Ja.